Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze podcast. We zitten vandaag live in Comedy Café De Joker in Antwerpen. En ik heb een comedian bij een fantastische vriend, een hele goede comedian, Jens den Donker. Hallo. Jens, ik heb een titel gekregen van ons publiek. Okay. Er was eens een veganistische weerwolf. Een veganistische weerwolf. Dus daar gaan we het mee moeten doen. Alright. Top. Er was eens een veganistische weerwolf. Ja, en dus... Dat was het grootste probleem met die hele veganistische toestand. Eerst en vooral, we weten het allemaal, het is misschien gezond, maar je moet er geweldig, geweldig hard scheten van laten. Dat is allemaal mee weten. Dat is niet helemaal zo. Als je groentjes in je fretter steekt, dan moet er geprot worden. Dat is zo. Ja. Ja. Nu, bijkomend probleem. Hij droeg heel graag van die stretchy jeans. Ja. Met als gevolg dat telkens als hij moest protten, dan zwollen zijn knieën op. Ben je mee? Ja, ik ben mee. Dus het was problematisch. Het was niet om aan te zien. Het was echt, er moest iets gebeuren. Dat was duidelijk. Nu overdag, we zijn een gewone man. Hij heet Rick. En Rick had een gewone job, zoals iedereen. Rick was... Boekhouder. Zoals iedereen. En hij had dag in dag uit groentjes. En zijn broeken zwollen op. Maar dat viel nog mee. Alleen als het volle maan was, werd onze Rick weerwolf. Hij veranderde dan in een wolf en hij moest op zoek gaan naar slachtoffers en bloed. Alleen het veganistische veranderde niet mee. Ja, dat is een probleem, hè? Dat is een probleem. Nu heeft hij er heel snel een ideetje gehad. Hey, maar dat is maar. Hij heeft een bepaald milieu opgezocht. Ik had een beetje proberen eufemistisch uit te leggen. Hij heeft een bepaald milieu opgezocht, namelijk dat van de... het speelt zich af langs een aantal welbekende parkings in Vlaanderen. Ik ga het nu zo proberen uit te zeggen. Ja. Want hij had geredeneerd van... Hey, stel dat ik mij ga omringen met een aantal homoseksuele mensen, dieren, sprookjesfiguren, dan kan ik op een andere manier... mijn stukje vlees, als het ware, opnemen. Zijn er mee? Voilà. Dus dat was een beetje zijn theorie. Dus zo gezegd, zo gedaan. Alleen is dat die een bewuste avond in december, langs de A12, allemaal nogal wat gruwelijk uit de klauwen gelopen. Ja. Hij was veranderd in weerwolf en hij liep de A12 af tot die befaamde parking waar hij wist... En vooral duidelijkheid, ik ga het nog even kort schetsen. Hij was dus echt op zoek naar flieter. Dat was eigenlijk wat hij... Hij wou echt gewoon zo'n... Zodat niet iedereen mee is. Gewoon om dat. En hij gaat naar die parking en... Hij... Op zoek naar... Allee, echt zo'n knosser van dat gezegd. Oh, verdomme. Fijn, zat. Maar ga vooral door. Ja, ik was mij even aan het visueel voorstellen. Ja. Dus hij als weerwolf, helemaal behaard... komt daar op die parking toe. Het loopt daar vol met mannen die met elkaar aan het afspreken zijn. En in dat milieu is behaard zijn... Maar afspreken zijn elkaar aan het poepen, hè? Ik wil niet dat er verwarring optreedt. Dus er wordt daar gebatst langs alle kanten. Je ziet daar die auto's omhoog. Soms worden we gekreun, maar soms is het ook gewoon hille van de pijn. Moet dat niet in zijn? Het is soms genadeloos dat er daar wordt geketst. Want dat is misschien wel de term dat ik zou hanteren als ik de A12 op volle maan zou beschrijven. Dat is ketsen. Ja. Dank u wel voor die beschrijving. Goed, en hij komt daartoe helemaal behaard en hij is daar niet direct de populairste. Nee. De andere mannen zien hem staan en hebben zoiets van, als je hier komt, gelieve wel helemaal geschoren te zijn. Helemaal geschoren en bovendien... Allee. Hey, Mark. Ik had hem zo moeten zeggen... Hij had zijn nol niet uitgespoeld. En dat is echt not done op parkings langs de A12. Iedereen Ze weet... Ze kunnen veel hebben, maar er zijn grenzen. Het moet een beetje proper zijn. Dus hij vond geen slachtoffer. Nee. En toch, voordat de nacht om is, moet hij zijn slachtoffer hebben. Ja. Dus hij moest wel iemand forceren. Ja.
En dat was dan uiteindelijk Jeffrey. Hè? Jeffrey. Jeffrey die ook als hostess werkte op evenementen. Wat knap was, want hij was nog maar 11. Dus... Maar hij zag er iets ouder. Niet veel ouder. Maar het leek minder strafbaar dan dat het was. Ja, ja. Exact. Dat was een beetje het ding. En hij zei ook direct, die kleine smalle daar, die ken ik wel aan. Ja. Dus hij stapt naar Jeffrey, die juist al klaar was met 3 anderen. Die eigenlijk klaar was om naar huis te vertrekken. En hij zei van, hey, ga door. Kom eens hier. En Jeffrey komt dichter. En hij dacht van, oh, misschien is mijn avond toch nog niet voorbij. En dat was ook. Jeffrey zijn avond was eigenlijk pas begonnen. Ja. Dus hij zegt tegen Jeffrey, want we hebben dat misschien nog niet verdelen, maar hij is Engelstalig. Dus hij zegt tegen Jeffrey, Jeffrey, baby, show me what you're packing, hey baby? Zegt hij. Ja. Hey? En Jeffrey verstond dat ook en pakte Rick mee het bos in en liet zijn pakketje zien. Ja. Wat voor een pakketje dat was, hè? Ja, het was dus een 11-jarige... foto's kunnen tonen op de podcast. Kan je hier foto's staan, kameraad? Zit er wel zien wat voor pakket dat is? Ja, voor een 11-jarige was het een extreem pakket. Zelfs. Je denkt van, wow. Ja. Zitten daarmee 11 jaar geworden? Zo. Ja. Ja. Dus ja. Heftig. En, dus Rick zegt, kom maar, jongen. Pomp het maar in een bek. Zegt hij... Ik heb het gevoel dat het een beetje van de rails aan het gaan is nu. Nu op dat moment, Rick was een weerwolf. Hè? Ja. En het moment dat hij dat vlees in zijn mond kreeg, begon hem te kokhalzen. Want hij had zoiets van, ik wil eigenlijk alleen maar komkommers en wortelen en groentjes, maar geen vlees. Geen vlees. Maar de reactie was er wel. En hij beet. Hij beet. Het was de eerste keer... Dat was het instinct, hè? Dat onze Rick vlees at. Stukje vlees in de mullen. Een stukje vlees. En de slikreflex was er ook. Mm-hmm. En hij slikt het pakketje van een Jeffrey in. Op dat moment, een Jeffrey, die begint te gillen als een 11-jarige. Ja, dat is echt redelijk flauw. Genant. En die zegt ook, what are you fucking doing? What are you doing? You just ate my package. Ja. Maar de Rick is zijn eigen dan niet aangetrokken. En hij zei ook van... Jij moet hierover je bekken zouden, in het Engels. You have to... shut up. Hold your... shut up, yeah. Because I'm a veganist. I'm a veganist. And the worst thing you can do as a veganist is eat meat, zodanig dat other veganists know it. Ah, ja. Want als andere veganisten te weten komen dat je vlees hebt gegeten, dan hoorde niet meer bij de club. Ik ga dat misschien even vertalen uit het Engels. Hij zei dus eigenlijk van, ik kan er echt niet hebben dat ik als... Ik sta al jaar en dag te boek als veganist. Dat kan niet, dat ik nu plots hier de naam zou krijgen van... die fret er een beetje vlees. Ja. Dat gaat niet. Kunnen er niet meer buiten komen. Dus... Maar hij zat ook in een club, hè? Een vegan club, hè? Voilà. Dus je kunt daar niet mee toekomen. De vegan... Je ledkaart af, hè? Ja. Dat is passeerd, hè? Als je daarmee toekomt, moet dat ik proberen. Nee, je zit nu een beetje mee aan het lachen, maar dat moet je niet proberen. Let ze van een vegan club en dan binnenkom en zeggen van, ik ga gisteren een stukje vlees pakken. Hallo, succes daarmee, weet je? Ja, ze gaan er niet mee lachen. Als je er echt ferm tegen klonen, dan moet je dat vooral doen. Vraag het aan, hey, pak het ledkaartje van de vegan club en kom tart daarmee binnen en zeg van, ik ga gisteren nog een keer een stukje kotta losgefret. Ja, dan moet je een keer proberen, mijn hoofdspat. Ja. Dus daar had Jeffrey ook direct door van, oké, ik zal dit nooit aan iemand vertellen. En zo gebeurde dat onze veganistische weerwolf voor ene keer in zijn leven toch vlees had gegeten. Ja. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Ja, de A12. Blijf daarvan weg. Is te vermijden. Ja, het is te vermijden. Doe dat niet. Doe dat niet. Er zijn veiligere plekken om te zijn wie dat je bent. Oké, goed. Slaap lekker.